Dumang en Winti-priesteres Ellie Purperhart, meer bekend als Ma Ellie, is niet meer. Ze is zondagavond overleden. Purperhart heeft bijkans 26 jaar de traditionele oudejaarwassie verzorgd op het Onafhankelijkheidsplein. Dit ritueel, kruidenbad, heeft als doel de mensen schoon het nieuwe jaar in te laten gaan. In 2014 droeg ze deze traditie over aan de Federatie Voor Afrikaans Ranamang onder leiding van Iwan Wijngaarden. Wijngaarden zegt dat het heengaan van Ma Ellie een groot verlies is, vooral voor mensen die spirituele eerste hulp nodig hadden. Wetenschappers die bezig zijn ook met psychiatrische dingen, is ook een goede samenwerking gehad. Die zullen haar ook missen. En haar op een stuk van Poewima, waar ze geweldig was, ze kon zo staan hier en iets creëren. Ze was heel erg innovatief wat dat aangaat. We zullen haar ook missen ten aanzien daarvan. Maar ze laat zoveel voor ons achter dat we haar, ze zal blijven in ons midden. De manier van pertinent, ze heeft een mening altijd gehad. En de dingen die ze gerealiseerd heeft, denk maar aan die Suidwatra. Die een Makagadri aangelegenheid was, heeft ze geplaatst niet tot een visdoren, maar ook tot een nationaal gebeuren in Suriname. Ondanks veel kritiek van zeg maar, andere organisaties, heeft ze het toch doorgedrukt. En ze heeft het zeg maar 26 jaar lang volgen. Wij zijn 23 jaar mee belast geweest ook. Maar zij is 26 jaar geleden begonnen. En ik denk dat het een bijzondere bijdrage was om dat stukje saamhorigheid tussen die diverse etniciteiten in het land te bevorderen. Want alle bevolkingsgroepen kwamen daar. Dus die eenheid van zeg maar, Suriname heeft ze ook een stevige bijdrage geleverd. Wijngaarden gaf aan dat Ma Ellie een vrouw was met het hart op de juiste plaats. Ze deinsde er echter niet voor terug om ongezouten haar mening te geven. Dit bracht af en toe ideebotsingen die het resultaat veel groter maakten. We hebben veel meer aan zo'n persoon dan aan ja-knikkers, zegt Wijngaarden. Met het verlies van Ma Ellie, en moet ik zeggen, we wensen de nabestaanden, haar kinderen in de eerste plaats, veel sterkte toe. En de totale gemeenschap kreeg reacties helemaal uit Nederland ook, van mensen die haar steun nodig hadden als spirituele ook. Die belde van, en, gelukkig 2 jaar geleden heb ik wat spirituele kracht kunnen halen. Dus ik zou zeggen, alle mensen die Ellie zullen missen, wens ik sterkte toe. En dat ze door zullen promoten haar inzet in de Surinaamse samenleving. Eleanor Purperhart is 86 jaar geworden.